I'm glitching like a En ik zeg yo, vriendjes en vriendinnetjes. Welkom terug bij Danny. Arme sloeber. Goeiedag vrienden, van harte welkom. Arme sloeber glitch. Ja, is dit echt een arme sloeber glitch? Ja, je kan heel eenvoudig gift cards to friends doen. En je hebt er als semi-arme sloeber ook niet heel veel voor nodig. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is een bunker. Want ja, we moeten een MOC hebben. Dus inderdaad. Een MOC met achterin een personal vehicle storage. Dat is dus gewoon een garageplek. En ook alvast een auto die je daarvoor gaat opofferen. Dat is wat je ervoor nodig hebt. Dus als arme sloepen zijn, dan zal je ongeveer na $2,5 miljoen kosten. Om de goedkoopste bunker te kopen en een MOC. Nou, heb je dat? Dan kan je auto's ontvangen van je vriend. De vriend heeft een special vehicle warehouse nodig. Dus ook een CEO en een special vehicle warehouse. Met daarin een auto opgeslagen die even naar buiten heeft gereden. En dat is in dit geval deze Rocket Voltic. De vriend die stuurt jou vervolgens een invite naar zijn CEO. Want je moet bij hem eerst in de CEO komen zitten. Niet de MC, maar de CEO. Daar kom je bij hem in zitten. Zorg ook dat je dus niet in je eigen MC of CEO zit. En de vriend moet friendly fire zo hebben staan dat je elkaar niet kan killen. In de CEO, volgens mij in de options, management, friendly fire. Zorg dat je elkaar in ieder geval niet kan killen. Want wat gaan we doen? De vriend gaat met een paar sticky bombs voor de ingang van zijn special vehicle warehouse gooien. En als hij die, nou, het hoeft niet zoveel, 1 of 2, het maakt allemaal niet zoveel uit. En als hij dan naar zijn ingang van de special vehicle warehouse rijdt, dan laat hij zichzelf exploderen. Dus 1, 2, rij maar, explodeer! Dat is te laat, Daddy. Helaas. Ja, oké. Nee, goed. Helaas. Nee, niet gelukt. Maar dat zou jou misschien ook nog kunnen overkomen. Niks aan het handje. Wat doe je? Je rijdt gewoon weer naar buiten. En je probeert het gewoon nog een keer. Iets eerder dus exploderen. Voordat je de ingang van de Special Vehicle Warehouse wordt ingezoomd. 1, 2, bam! En nu is het wel gelukt. Helemaal volgens plan. De vriend heeft zichzelf verkild. En wij leven nog. Nou, moeten we nog één dingetje doen? Dat is wel belangrijk, want als je dat niet doet, dan blijf je maar de hele tijd door de map heen vallen. We zullen moeten testen of we glitched out zijn. En dat kunnen we op 2 manieren doen. Je kan dat doen met een RC Bandito of een RC Tank. Om daar even in te gaan en dan weer uit te stappen. En dan hoor ik jullie al wat denken, ja, RC Bandito, dat hebben arme sloepers toch niet. Ja, dat kan, dat klopt. Maar daar heb ik ook nog een andere methode voor. Dus de makkelijkste methode is als je een RC Bandito hebt. Dan vraag je die even op en dan vervolgens stap je weer uit. En als je jezelf ziet knipperen, is het gelukt en zal je ook niet meer door de map heen vallen. Dus dit is wel een essentiële stap, want anders blijf je de hele tijd door de map heen vallen en dat is heel erg lastig. Dus dit werkt. Maar als je dus geen RC Bandito of een RC Tank hebt, dan kan je ook vragen of de vriend jou een invite stuurt naar zijn appartement. Een gewoon normale appartement, dus niet, want daar mag je dus niet meer komen. Je mag niet in een nachtclub of de casino of de facility. Maar gewoon een normaal appartement, daar mag je een invite naar accepteren. En dan zal je zien, daar knipper je ook al heel even. Maar je ziet het eigenlijk beter als je weer terug naar buiten loopt. Want als je terug naar buiten loopt, dan zie je je eigen echt wat langer knipperen. Nou, perfect. Oké, helemaal gelukt. Dan gaan we gelijk door naar de volgende stap. En dat is, we moeten de CEO van de vriend verlaten. CEO verlaten van de vriend, want anders kunnen we niet onze MOC aanvragen. Dus dat is de volgende stap namelijk. We moeten onze MOC aanvragen. Nou, we zitten op de plek van de map hier zo. Hè. Dat is de Gift Cards to Friends plek. Ken je de Gift Cards to Friends al? Hoef je deze video niet verder te kijken. Ik zal nog één kleine waarschuwing geven. Ga niet dood tijdens deze glitch. Want dan is je glitch status ten einde. Dus dan kan je geen auto's meer ontvangen. Dus houd het even in de gaten. Niet doodgaan tijdens deze glitch. Oké, kun je verder de Gift Cards to Friends al? Dan zeg ik bedankt voor het kijken en tot de volgende keer weer. Ik ga verder. Ik vraag even de auto aan die we gaan verliezen voor deze glitch. Dat is die auto die achter in de MOC staat. En dit is de auto die ik van de vriend ga krijgen. Wat ga ik doen? Ik ga deze toch heel stiekem een klein beetje money glitch van maken. Voor arme sloepers. Alleen voor jullie arme sloepers. Want wat is het namelijk? Je krijgt een auto van een vriend, maar je krijgt namelijk ook de auto met zijn kenteken. Dus feitelijk krijg je nu
Dirty Dupes. Ja, en Dirty Dupes mag je niet verkopen. Doe het vooral niet. En toch ga ik jullie zo dadelijk wat uitleggen. We vragen of de vriend naast ons in de auto komt zitten en die opent zijn pauzemenu. Dat is het enige wat de vriend hoeft te doen. Komt naast jou in de auto zitten, opent zijn pauzemenu. We rijden de auto achter de MOC en tot we de optie krijgen om op het rechte pijltje te kunnen klikken. Klik op het rechte pijltje. De vriend zal uit de auto worden gekikt. En als hij eruit wordt gekikt, dan kun jij de auto een stuk erachter zetten. Volgende belangrijke stap, selecteer eerst een story mode character. Dus pijltje naar beneden ingedrukt houden, rechter joystick omhoog houden, pijltje naar beneden loslaten. Dan heb je de story mode character geselecteerd. Cancel de zwarte melding. Dit moet je doen voordat je MOC inloopt, want anders heb je iemand nodig in de andere targeting mode. En nu hoeft het niet, nu kunnen we gewoon dit gebruiken. Vervolgens lopen we in de blauwe cirkel, de vriend staat bij de MOC, we krijgen de optie om Enter Alone te klikken. Klik maar op Enter Alone, dan kom je in een zwart beeld te selecteer je weer die story mode character, pijltje naar beneden ingedrukt houden, rechter joystick omhoog houden, pijltje naar beneden loslaten, zwarte melding. Cancelen, dus nee op de zwarte melding. En dan lopen we zijn auto in. In, niet er tegenaan, hè, met al die prikkers erop, hè, want dan ga je dood en dat is de glitsterduinde. Dus stap in de auto, heel voorzichtig, en dan zitten wij met zijn auto, de kopie van zijn auto. En die hebben wij nu meegenomen in de MOC. Yeah, we zijn een Issy-rijker. Waar is hij dan, waar is hij dan? Nou, daar is hij dan eindelijk. En kan ik deze dan ook verkopen? Kan ik dit dan ook voor een money glitch gebruiken? Want dat willen velen van jullie natuurlijk weten. Ja, het zou kunnen. Je ziet in ieder geval dat de vriend daar zijn issie nog heeft. Hè? Die is hem niet, die issie niet kwijt. Maar wij hebben wel een issie erbij. Oké, rijd deze issie even naar de Custom Mod Shop. En wat je dan kan doen is kijken of je je persoonlijke kenteken, je eigen iFruit kenteken op deze auto kan zetten. Ja, die zal je moeten hebben. Nee, als je iFruit niet werkt, heb je pech. Want ik weet niet hoe je dat kan oplossen. Maar iFruit kenteken is verplicht als je deze auto wil verkopen. Kan je deze selecteren? Dan klik je hem aan en dan mag je hem verkopen. Dus niet alleen als je de kleuren kan kiezen, maar je moet daadwerkelijk ook een eigen kenteken kunnen kiezen. En dan mag je hem verkopen voor, valt een beetje tegen Daddy, 1,5 miljoen. Nou ja, maar neem het met liefde van hem aan natuurlijk. Kijk, 1,5 miljoen verdiend. Nou, wat zijn de herhalingsstappen? Vriend zet zijn auto daar weer neer. Maar let op dat hij daar een andere auto neerzet. Ja, nou oké. Ik zal het zo wel laten zien. Oké, hij heeft dezelfde auto weer neergezet die dit er straks ook heeft neergezet. Dezelfde issue, dezelfde kenteken, dat soort dingen. Vriend komt weer naast de auto staan. Wij kunnen, of hij klikt dan weer op pauze, weet je wel. De opties zijn pauze en wij klikken op het rechter pijltje. Vriend wordt uit de auto gekikt. Nou, we rijden de auto een stukje achter. Pijltje naar beneden ingedrukt houden. Joystick omhoog, we selecteren Franklin en we cancelen de zwarte melding. Nou, oké, dat moet je dus iedere keer doen. Lopen weer de MOC in, Enter Alone. In het zwarte beeld gaan we zo dadelijk weer een story mode character selecteren. Je ziet het niet, maar het werkt dus wel. En we cancelen de zwarte melding en we stappen in de auto van de vriend als we uiteindelijk een keertje door de map zijn gevallen. Soms moet je dat 2-3 keer doen, hè? Cancelen van die melding. Tot je eindelijk die melding krijgt van of je een story mode wil. Nee, dat willen we natuurlijk niet. Stappen in de auto van de vriend. En dit is onze tweede duplicatie. Ja, het is eigenlijk een duplicatie. Nou, gaan we deze eens even naar dingen brengen. Kunnen we deze verkopen? Kunnen we een custom kenteken erop zetten? Nee, want hij is nu dirty geworden. Zie je dat? Omdat we al de auto met dat kenteken hebben gehad, is die bij deze al gelijk dirty. Dus daarom zeg ik altijd, verkoop nooit auto's van vrienden, want ze zijn dirty. Tenzij je dus je eigen kenteken erop kon zetten. Nou, dat kan bij deze dus niet. Ga ik hem dus ook niet verkopen, want ik kijk wel uit. Dirty kentekens verkopen, dat is een sell limit. En lees maar een keer eens de beschrijving van deze video hieronder, want dat wil je echt voorkomen en niet doen. Oké, vriend heeft een nieuwe auto neergezet met een ander kenteken. Kunnen we die dan misschien wel verkopen? Nou, we gaan het meemaken. Vriend stapt in de auto, hij zit in zijn pauzemenu, we rijden de auto achter de MOC. Klik op het rechte pijltje, we rijden de auto naar achter, selecteren story mode character, we rijden, lopen de MOC in, send enter alone en vallen door de map heen. En we hebben die melding weer geaccepteerd. Ik kan het allemaal niet bouwen. Nou ja, je weet het inmiddels al. Kunnen we nu deze verkopen? Ja, want nu kunnen we wel ons eigen kenteken erop zetten. Omdat het dus eigenlijk een andere auto is. Dus check altijd of je een persoonlijk kenteken erop kan zetten. Kan je dat niet? Ik zou hem niet verkopen.
Maar goed, be my guest als je het wel wil doen. Maar kom niet bij me uithuilen als je zegt van... Ik heb een daily celibate. Check een keer de fucking beschrijving. Want daar staat het in iedere keer wel altijd in vermeld. Nou, dat was het voor mij. Ik heb 3 miljoen. Ik heb meer geld verdiend als dat ik heb uitgegeven. Hartstikke lekker. Wil je nou uit de glitch komen? Ja? Of heb je een keer dat je de modshop in wil rijden? Dat is echt die cannot modify this vehicle of zo. Zoiets roept hij dan. Nou, doe eens even kill yourself. Je bent gelijk uit de glitch. En je kan vervolgens weer alles doen wat je daarvoor ook deed. Nou, dat was het voor mij. Hartstikke leuk. Wat een leuke glitch zo voor het nieuwe jaar, hè? Heel erg makkelijk. En ja, je hebt er niet heel veel voor nodig. Ja, misschien wat oliebollen. Ik bedoel, een paar dollars om die bunker ergens in te kopen. Dit was er voor mij. Daddy Cool wens jullie een heel geweldig nieuw glitchjaar. Daddy Cool, signing out. Till next time. Yo, yo, yo.